Wie veel werkt, mag veel rusten. En over dat rusten schreef ik het boek De Kracht van Rust. 8 tegendraadse lessen voor werk en het goede leven. Ik had dat boek niet kunnen schrijven zonder de inspiratie van Teer. Toen ik met hen op reis ging naar Afrika, ontmoette ik daar mensen die mij leerden te rusten op een wel heel bijzondere manier. Mensen die zelf waren opgestaan uit armoede en onrecht. Stap met mij mee uit je bubbel van die gehaastheid en ontdek dat dromen ruimte mogen hebben en dat onze gehaastheid heel vaak niet nodig is. Allereerst neem ik je mee naar bisschop Angelimo Magaya. Hij woont in Zimbabwe en hij is een vredesactivist, een grote organisatie, is ook al regelmatig bedreigd, heeft gevangen gezeten en dit doet hij alles terwijl hij blind is. Een enorm actieve man. En hoe houdt hij het nu vol? Hij houdt het onder andere vol door het nemen van een daily retreat. Rust is voor hem heel belangrijk. Humanity is made in such a way that there is need to recharge your battery. And withdrawal from the crowds makes you find yourself better. Makes you relate to yourself in ways that you cannot relate to yourself when you are among the crowds. So there is that search for rest that is in you, which you should actually adhere to. Take rest, and then you will begin to have new sense of direction. Naast de bisschop ontmoette ik via Teer ook Jane Agaloy. Zij leidde ons rond in Oeganda en heeft een ontzettend bijzonder verhaal. Ze groeide op in een gezin met 9 kinderen, geen opleiding. En je zou kunnen zeggen, ja, wat voor kansen had zij? Maar ze had wel een droom. En zij leerde mij de les van de schildpad. So I told myself, I don't want to rent, I want to build my own house. So I again used my local resources with the people I have, the children that my brother and sister left. And together with our own hands, we made bricks and were able to build our own house. So when I built that house, I discovered that as long as you have a vision and a goal, it does not matter the speed. So I drew a picture of a tortoise, because a tortoise is very slow. And I also drew a picture of an antelope, because an antelope is a very fast animal. So inside me, I'm like, as long as I have a dream, the speed does not matter. Some people might have all the resources, they will do what they want quickly, but because I also have a goal, I'll go slowly, slowly until I achieve that goal. Today, I'm proud to say I have achieved most of the goals and the targets and the dreams that I had about my life. De droom van Jane kwam uit. Ze leidt mensen rond en laat ze dagelijks opstaan uit armoede en onrecht. En dan het verhaal van Steven en Joyce Mary. Dat begon in armoede met 2 geiten. Maar zij besloten na het volgen van een programma dat ze hun droom water zouden geven. Dat ze de dag zouden beoordelen naar wat ze zouden zaaien in plaats van oogsten. En 20 jaar later hebben ze op dit moment een goed lopende sinaasappelplantage. Nooit verwacht, maar door ruimte te nemen voor je dromen toch uitgekomen. Al deze verhalen vind je in het boek De Kracht van Rust. En daar vind je bovendien nog veel meer andere verhalen. En ik nodig je uit om even uit je bubbel van gehaastheid te stappen en te leren van anderen. Onder andere van het werk van Teer, want zij laten mensen opstaan uit armoede en onrecht. Dat is het doel van hun werk. En ze laten zien, wanneer de ruimte neemt, dat dat niet leidt tot een leven van uitputting, maar tot een vol leven, verzadigd. Ik hoop dat je mee wilt doen aan de beweging. Ik beveel hun werk van harte bij je aan. Ik ben ambassadeur van Teer.